Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken in een grote ruimte, maar er was een feestje vandaag, Stekel. Dus, ja, we moesten verkassen naar deze leuke studio eigenlijk. Absoluut, lekker, ja. Lekker knus, klein. Vroeger zaten we hier ook boven in een nog kleinere ruimte eigenlijk. Ja. Dus dat zijn we gewend. De gast is Bas Verkijk. Bas, je bent van Spike Technologies. Klopt. Wat doen jullie? Zeker. Wij ontwikkelen accupakketten voor elektrische voertuigen. En we helpen mee eigenlijk met het hele bouwproces van allerlei verschillende elektrische voertuigen. Hey, als je dat dan zegt, dan denken mensen onmiddellijk Tesla. Klopt, ja. Dat maar is dat dus, is niet wat jullie doen. Dat is het precies niet, inderdaad. Nee, dus hoe gaat er even wat dieper in wat jullie precies doen? Ja, dus wij richten ons eigenlijk op alle segmenten die een beetje onder de Tesla zitten. Dus inderdaad, als je het hebt over een elektrisch voertuig, denkt iedereen aan Tesla. Maar er zijn ontzettend veel andere elektrische voertuigen die ook heel belangrijk zijn, maar die op veel mindere schaal dan een Tesla produceren. Dus geef eens een voorbeeld van. Heb je het over scooters, dan heb je het over motorfietsen, dan heb je het over tuk-tuks, je hebt het over kleinere autootjes, van alles. Ja, hoe kunnen jullie daarin onderscheiden? Als relatieve buitenstaander denk ik, een accu is een accu. Ja, klopt. Dat denken veel mensen. Dat denken ook veel partijen die in elektrisch voertuig bouwen. En dat is ook waar het vaak misgaat dan. Want uiteindelijk zijn er in een accu best wel veel knoppen waar je aan kan draaien, die uiteindelijk bepalen of een accu geschikt is voor een bepaalde applicatie. En dat betekent dus dat je niet zomaar elke accu in elk voertuig kan stoppen. Dus hoe onderscheiden jullie je? Ja, dus wij allereerst onderscheiden wij ons door eigenlijk de intelligentie van een accu. Dus je eigenlijk een accu op zichzelf is maar een heel stom iets. Dat is gewoon een cel die leeg kan lopen, maar die heeft zelf verder geen idee wanneer die leeg is. Dus die blijft maar gewoon leeglopen wat dat betreft. Dus het is heel belangrijk dat je dat je intelligentie toevoegt. Dus het battery management systeem heet dat. Ja, dat ontwikkelen wij. En daar hebben we een speciaal algoritme ook voor ontwikkeld die ervoor zorgt dat we eigenlijk de batterij op een dusdanige manier gebruiken dat we het levensduur ook aanzienlijk kunnen verlengen. Want dat is vaak ook nog een probleem, dat accu's heel snel kapot, leeg zijn. Dus dat is enerzijds iets waar we ons mee onderscheiden. En anderzijds is het eigenlijk de flexibele opbouw van die module. Dus wij gebruiken eigenlijk heel weinig componenten, omdat we het op een slimme manier opbouwen. Waardoor we eigenlijk heel makkelijk een custom batterijpakket kunnen ontwikkelen voor een bepaalde applicatie die daarom vraagt. En ook verschillende accu's eigenlijk naast elkaar goed kunnen produceren. Dus niet, kijk, wat je dus inderdaad vaak ziet, bijvoorbeeld bij Tesla, die hebben een hele productiefaciliteit en een hele accupakket ontworpen voor dat ene accupakket. Nou, dat is prima, want die moet inderdaad een keer een miljoen geproduceerd worden. Maar voor juist al die voertuigen die het een keer honderden, duizenden, tienduizenden doen, die moeten ook een accu hebben. En die kunnen wij dus bedienen. Maar geef eens een paar voorbeelden van producten waarvoor jullie accu's maken. We zijn dus nog niet zo heel lang geleden gestart. Dus we zijn nu iets van een jaartje oud. En eigenlijk een van de eerste projecten die we gedaan hebben is een klein motorfietsje. Dus dat is een 150 cc motor. En daar hebben we eigenlijk een elektrisch aandrijfsysteem voor ontwikkeld. Dus dat is dat kan je voorstellen, daar kan je. Ja, als je ooit de Tesla-accu's hebt gezien, nou, die kan je niet kwijt in kleine motortjes. Dus dat is een voorbeeld van een accupakket die we op een bepaalde manier moeten ontwerpen, die specifiek voor die motor geschikt is. En ik denk dan gelijk bij accu's. Weet je, er zijn zulke grote spelers in deze markt. Dit is alle kranten staan er vol van. Weet je, als we over willen naar elektrisch, is dit de markt. De grote jongens, Tesla, Panasonic, de grote merken storten zich hierop. Wie zijn jullie en waarom ben je dit gaan doen? Zie je het gat in de markt? Het klopt inderdaad. Er zijn hele grote jongens. En dat inderdaad een Panasonic, bijvoorbeeld de Samsung. Maar die maken dus echt de celletjes. Nou, dat doen wij dus niet. Wij kopen de cellen bijvoorbeeld van een Panasonic, van een Samsung. En daar maken wij dus een accu van specifiek voor een bepaalde applicatie. En zoals je gezegd, aan Tesla, die hebben een accu ontwikkeld. Dat doen ze zelf. Of dat hebben ze een andere partij, een grote automotive partij. Hebben daar een partij voor die alleen maar voor hun die accu's produceren. Maar zoals gezegd, er komen heel veel verschillende andere soorten voertuigen die elektrisch worden. Uiteindelijk wordt alles wat we gebruiken. Maar is dat dan zo anders? Want ik moet ook denken, vorig jaar hadden wij Volto Go hier aan tafel. Mm-hmm. Dat is ook een bedrijfje, ook een start-up, die richtte zich helemaal op elektrisch varen. Precies. Maar dan specifiek ook op de accu. Ja. Is daar zoveel ruimte in die markt dat je bijna voor elke toepassing. Ja, je ziet dus doordat er een bedrijf die zich alleen maar kan richten op één bepaalde sector, dat laat eigenlijk al zien dat het dus een hele grote markt is. Omdat er dus een bedrijf eigenlijk gewoon door alleen maar op één specifiek
een specifiek segment te richten en daar alleen maar een accu voor. Maar leg dan nog eens uit. Ik heb zelf, weet je, je noemde net allerlei apparaten. Ik heb zelf, staat hier in de gang, een Van Moof elektrische fiets. Ja, ja. Wat is er nou anders aan een accu voor mijn boot met elektrische aandrijving dan voor deze fiets? Ja, nou ja, allereerst is dat dus de capaciteit. Tuurlijk, maar... Het voltage is anders, het vermogen is anders. Ja, dat is het aantal cellen wat je stapelt, ja. Een bepaalde capaciteit. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Dat wordt inderdaad vaak onderschat, maar er zijn best wel veel dingen die je ook toch fout kan doen aan een accu. Dus inderdaad, als je bijvoorbeeld dus, wat ik zei, de intelligentie niet goed geregeld hebt, dus de cellen worden niet goed in elkaar in de gaten gehouden, dan kan het zijn dat de cellen gewoon te diep ontladen bijvoorbeeld worden, waardoor ze dus weer te snel kapot gaan. Dus er zijn heel veel dingen die eigenlijk fout kan doen aan een batterij. En dat merken nu ook vaak, dat er veel accu's zijn die gewoon van onvoldoende kwaliteit zijn, die dus snel kapot gaan. Wat uiteindelijk jammer is, want uiteindelijk het idee waarmee natuurlijk ooit accu's en elektrische voertuigen geïnteresseerd zijn, is omdat ze duurzaam zijn. En eigenlijk heel veel accu's die er nu op de markt zijn, zijn eigenlijk verre van duurzaam. En dan kan je eigenlijk afvragen of het überhaupt nut heeft om over te stappen op elektrisch. Dus allereerst moet het gewoon een goede, degelijke accu zijn. En ja, er zijn best wel veel dus inderdaad... knoppen waar je aan kan draaien, dus wat ik noem voltage, het vermogen wat je eruit wilt trekken, de capaciteit die je erin hebt, de vormfactor die je hebt. Kijk, elk van die applicaties heeft weer beperkte vorm beschikbaar voor die accu's. Dus er zijn best wel veel dingen waar je aan kan draaien en ook waar je hem ook kan optimaliseren. Je kan bijvoorbeeld optimaliseren op levensduur, je kan optimaliseren op kosten. En dat is uiteindelijk ook voor elke applicatie weer anders. Ja. Waarom ben je dit gaan doen? Ja, toen ik vroeger klein was, had ik niet de droom om accu's te gaan bouwen, inderdaad. Nee, dus... Ik heb zelf op de universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, gestudeerd. En daar heb ik in mijn derde jaar heb ik daar een project gedaan waarmee we een elektrische motor hebben gebouwd. En daarmee in 80 dagen de wereld rond zijn gereden. Dus dat was eigenlijk ontstaan vanuit het verhaal van Jules Verne. Dat kennen jullie wellicht wel. Ja, zeker. Ja, die inspireerde destijds, ongeveer 500 jaar geleden volgens mij, heel veel mensen met kijkje kan. Nou, geen 500, maar lang geleden. Ja, ja. Ja. Ik weet niet hoe lang, volgens mij is het wel 500 jaar geleden. Maar goed, maakt verder niet uit. Oh, zou kunnen hoor, dat ik helemaal Zoek het even. Nee, maar die inspireerde heel veel mensen. Kijk, je kan de wereld in 80 dagen rond. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer zo'n uitdaging. Maar we dachten, wij gaan dat verhaal in een nieuw jasje stoppen. En we gaan in 80 dagen de wereld elektrisch rond. Ja, daarvoor wilden we een elektrische motor bouwen. Die had je op dat moment nog niet zo heel veel. Het was 2014, hebben we het nu over. En de motoren die je had, die konden maar een beperkte afstand rijden. Dus je kon 100 kilometer rijden en dan moest je eindeloos aan een stekker laden. Dus wij dachten, wij willen een motor bouwen en laten zien dat je ook met zo'n elektrische motor gewoon in zo'n korte tijd de hele wereld rond kan. Door gebruik te maken van energie die er gewoon al is. Dus niet met een generator opladen, maar echt bij mensen thuis in een stopcontact om te laten zien. Kijk, je hebt overal elektriciteit, dus je kan overal ook elektrisch rijden. Dat was het idee. Dus dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dus we zijn echt begonnen met een wit vel papier en hebben toen uiteindelijk een... begonnen te ontwerpen de motor waarvan wij dachten dat is de perfecte motor om in 80 dagen de wereld mee rond te gaan. Dus er moet een groot batterijpakket hebben, lange range, dat die ver kan rijden. En je moet heel snel de accu's kunnen wisselen of in ieder geval van nieuwe energie kunnen voorzien op het moment dat die leeg is. Want ja, om in 80 dagen de wereld rond te gaan moet je 500, 600, soms wel 700 kilometer per dag rijden. Okay. Ja, als je dan inderdaad maar 100 kilometer rijdt en dan weer 8 uur moet opladen, dan ga je dat niet halen. Nee. Dat is geen hele moeilijke rekensom. Dus uiteindelijk hebben wij een motor gebouwd die 400 kilometer kan rijden. En eigenlijk het hele accupakket opgedeeld in kleinere accupakketjes die je er heel makkelijk uit kan halen. En op die manier kan je dus op het moment dat die leeg is na 400 kilometer, wissel je alle accu's en kan je weer binnen een paar minuten eigenlijk weer verder rijden. Ja, dat is ook een van de geheimen van jullie systeem, dat je die dingen kan wisselen. Ja, dat is iets wat je in de intelligentie ook, dus in BMS eigenlijk kan bouwen. Dus dat laat zien dat we die intelligentie kunnen bouwen. Ja, maar dat was een project van de Technische Universiteit. Ja, dus dat was een super tof project om te doen. Ontzettend veel van geleerd, veel media-aandacht ook mee gegenereerd wereldwijd. Dat heette Storm? Storm heette dat, ja. Absoluut. Ja. En uiteindelijk eind 2016 hebben we dus die reis daadwerkelijk ondernomen. Nou, dat was natuurlijk onwijs een toffe ervaring. Heb jij ook de motor gereden? Ik heb hele kleine stukjes, maar ik was in principe niet een van de rijders. Dus we hadden een paar mensen binnen ons team die echt heel erg flink opgeleid werden om een degelijke level van motorrijden te kunnen halen. Dus dat heb ik zelf niet gedaan. Ik heb wel een motorrijbewijs gehaald, dus ik rijd er nu af en toe nog op. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Nee, dus uiteindelijk hebben we het gehaald in 80 dagen. Het ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk hebben we het wel gehaald. En dat was dus eind 2016 en toen werden we ook benaderd door allerlei partijen of wij niet konden meehelpen met het ontwikkelen van een elektrisch voertuig. Gewoon, het is uiteindelijk nog steeds
is het wel unieke kennis die je bezit als je gewoon weet hoe je een elektrisch voertuig moet bouwen. En toen had je natuurlijk ook veel partijen die er iets mee wilden, maar eigenlijk niet zo goed wisten hoe. Mm-hmm. Dus werden wij veel benaderd. Ja, een van de eerste wat ik net zei was dus een motormerk hier uit, een Amsterdams motormerk, Kibo heet dat. En die maken verbrandingsmotoren, eigenlijk als eerste verbrandingsmotoren exclusief voor de Afrikaanse markt. Dus ja, dat kan je misschien iets bij voorstellen, maar dat is een markt die iets anders uitziet dan hier. Ja. Dus daar rij je niet op de motor omdat je het leuk vindt, maar daar rijden mensen gewoon op de motor omdat ze geen andere keuze hebben. Dus voor de taxis zijn er motoren, de bezorgdiensten zijn er motoren. Ja. Dus er zijn meer motoren dan auto's vaak. En wat daar nu vaak rondrijdt is hele slechte kwaliteit die vaak snel kapot gaat, uit Aziatische landen geïmporteerd. En ook omdat die niet ontwikkeld zijn in eerste instantie voor de Afrikaanse markt, maar eigenlijk gewoon geïmporteerd worden als derdehands voertuig. Ja. En zij wilden eigenlijk een wat robuuster alternatief daarvoor ontwikkelen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Maar uiteindelijk, de eigenaar van het bedrijf is ook een sociaal ondernemer. Dus die ziet ook in, om uiteindelijk echt dat verschil te maken, wil ik ook een elektrische motor hebben. En die heeft ons toen benaderd met de vraag, kunnen jullie dan op basis van dit frame wat wij al ontwikkeld hebben, een elektrisch voertuig ontwikkelen? Nee, je zegt ons. Bestaat de kern van jullie bedrijf uit mensen die allemaal uit hetzelfde project komen? Ja, de kern wel. Aangevuld nu natuurlijk met wat extra mensen. Dus, ja. We hebben nu een man of 12, waarvan ongeveer volgende maand over 8 FTE, denk ik. Dus dus dat is een leuk team. Ja, maar dat is wel een overgang van een studententeam. Ja, absoluut. Naar een bedrijf. Ja. Dat is zeker een, hoe gaat dat in zijn werk? Want opeens... opeens is het voor het echt hier. 8 FTE, dat kost een paar ton per jaar. Ja, nee, dat klopt. Dus we hebben in eerste instantie dus een paar betaalde opdrachten kunnen doen. Dus we hebben natuurlijk het team ook geleidelijk laten groeien. Dus een van die opdrachten was dus dat motortje ombouwen. En dat was eigenlijk... Toen hadden we nog niet per se het idee van we gaan batterijen bouwen. We hadden gewoon het idee... We vinden studeren niet meer zo leuk na zo'n tof project. Ja. En we kregen toen de kans om dus dat motortje om te bouwen en wat geld voor te krijgen. Dus dat was voor ons een no-brainer. Oké, dat gaan we doen. Naar de KVK gegaan en een bedrijf ingeschreven. Ja. En eigenlijk, terwijl we die ontwikkeling aan het doen waren, kwamen we er ook achter dat het dus best wel lastig was om een geschikt accu te vinden voor zo'n voertuig. Nou, toen moesten we dus die accu zelf ontwikkelen. Was op zich geen probleem, want dat hadden we al geleerd uit het vorige project. Maar tegelijkertijd bedachten we ons ook van als wij dat probleem nu hebben, hebben anderen dat probleem ook. Mm-hmm. Dus toen zijn we inderdaad heel veel partijen die een elektrisch voertuig aan het ontwikkelen zijn of willen gaan ontwikkelen, gaan vragen. Ja, waar hebben jullie accu's vandaan gehad? En het bleek dat iedereen toch problemen had met die accu. Dus dat is het moment dat wij hebben gedacht van daar gaan wij iets aan doen. Dus die gaan wij zelf ontwikkelen en zelf produceren voor allerlei andere partijen. Ja, en dat klinkt heel mooi, maar ik neem aan dat jullie onderdelen uit de hele wereld... Die cellen maak je niet zelf. Nee, dus kijk, uiteindelijk... Zit nou het geheim of de denkkracht die jullie erin steken puur in het accu-management? Nee, onder andere het is accu-management systeem en gewoon hoe wij dat ding opbouwen. Dus eigenlijk hoe wij de cellen met elkaar verbinden. En dat doen maar wat is daar dan bijzonder aan? Wat je vaak... Ik weet dat de kwaliteit van de bedrading die je gebruikt nog wel uitmaakt. Maar... Ja, precies. Nou, wij gebruiken dus geen bedrading. Omdat we dus het op een slimme manier de communicatie op een andere manier laten verlopen. En dat zorgt er dus voor dat het eigenlijk een robuuster systeem wordt. Al die kabeltjes, dat zorgt er voor dat het inderdaad lastig is. En daarnaast hebben we het heel erg modulair opgebouwd. Dus afhankelijk van dus inderdaad de vraag van de klant. Dus dat kan zijn dat die heel snel weer ontladen of dat die heel snel wil kunnen laden. Nou, dat geeft weer... implicaties op de koeling bijvoorbeeld van de accu, dat is dan heel belangrijk. En wij hebben dus ook een manier waarop we de cel eigenlijk van één kant heel goed kunnen koelen, waardoor die dus dat ook weer de levensduur verlengt. Het is niet een heel sexy product om over te praten, dat merk ik ook. En het is best wel lastig ook om mensen inderdaad te vertellen wat nou speciaal is, maar uiteindelijk moet een accu ook niet speciaal zijn, hij moet gewoon zijn werk doen. En wat hij nu, en dat gebeurt gewoon nog niet. En dat is iets waar wij En wat vind jij er nu nog steeds zo leuk aan? Je zegt het is niet sexy om over te praten. Want nee, het accu aan zich is niet sexy om over te praten. Maar elektrische voertuigen, dat is wat wij ontzettend tof vinden. En dat is ook waarom we ons bedrijf eigenlijk opgericht hebben. Omdat we elektrische voertuigen willen bouwen. En we kunnen inderdaad zelf bijvoorbeeld helemaal veel vragen. Waarom hebben die motor niet op de markt gebracht? Ja, dan heb je een heel klein productje wat je probeert aan een paar man te verkopen. Op deze manier kunnen wij aan heel veel verschillende elektrische voertuigen bouwen. En dat is natuurlijk wel ontzettend tof om te doen. Ja, maar ik vind dat niet heel raar. Weet je, ASML heeft ook geen sexy producten. Kun je niet eens zien wat ze doen? Nee, dat klopt. Maar ik vind het zelf, persoonlijk vind ik het wel belangrijk om inderdaad gewoon... Ja, ik hoef niet de rest van mijn leven accu's te bouwen. Maar ik vind het wel tof dat die accu's... gebruikt worden in gewoon allerlei toffe elektrische voertuigen.
En dat wij op die manier er ook voor kunnen zorgen dat die transitie naar elektrisch voertuig op een goede manier gebeurt. In plaats van dat die gewoon op een te snelle manier gebeurt met allemaal super slechte producten. En dat is wat je nu vaak ziet. En dat is wat uiteindelijk wat wij gewoon niet willen. Want we hebben natuurlijk ook dat project gedaan met Storm. Kijken eens wat een elektrisch voertuig kan. En nu zie je dat er gewoon ook best een slecht imago soms opkomt. Omdat die dingen gewoon vaak snel kapot gaan. En dat is iets wat wij ook tegen willen gaan. Door in ieder geval het belangrijkste component van die elektrische voertuig. Om dat te zorgen dat dat goed is. En dat is die accu. Mijn elektrische voertuig is tegenwoordig een Van Moof staat hier op de gang. Maar daar ben ik eigenlijk heel tevreden over de accu. Ja. Die beloven, ja, actieradius, die haalt het ook. Ja. En dat ding zit netjes weggewerkt. Dat is ook nog mooi in een framebuis. Is dat iets waar jullie eventueel ook... Dat zou iets kunnen had zijn. Had een opdrachtgever kunnen zijn. Dat had zeker gekund. Ja. Okay. En het is uiteindelijk, er zijn ook meerdere partijen die langs elkaar kunnen leven. Ik zeg ook niet dat wij de enige goede zijn en de rest is allemaal heel slecht. Dat is niet per se. Ja. Maar het is uiteindelijk, omdat er zoveel verschillende accu's nodig zijn, is het ook logisch dat er meerdere partijen zijn die dat aanbieden. Nou, met name omdat je zoveel variabelen hebt, wat je zelf ook al zegt. Ontlaadtijd, oplaadtijd, warmteontwikkeling, vermogen wat je nodig hebt. En dat zijn er inderdaad een paar. Volume, noem maar op. Exact. Ja. Hey, waar kan voor jullie de innovatie zitten? Zeg maar? Waar kunnen jullie in de toekomst het verschil maken? Ik denk ook om voorop te blijven lopen. Dus dat wij in ieder geval weer gewoon de state-of-the-art technologie gebruiken. Zonder dat we dat nu zelf fundamenteel aan het onderzoeken zijn. Want we hebben expres ook gekozen om snel juist die stap naar de markt te brengen. Je hebt natuurlijk ook, dat is ook waarom je het gevoel hebt dat er heel veel partijen bezig zijn met accu's. Het zijn omdat er inderdaad heel veel onderzoek gedaan wordt naar echt die cellen. En elke dag krijg je wel weer een bericht van er is weer een revolutionaire nieuwe cel ontdekt die ervoor gaat zorgen dat... Maar dat valt wel mee. Dat valt mee, want vooral die weg van uiteindelijk dat hele, die fundamentele oplossing waarbij het één keer gelukt is naar uiteindelijk een cel die inderdaad echt op hele grote schaal geproduceerd kan worden. Daar zit gewoon een hele lange tijd tussen. Maar dat is natuurlijk wel heel interessant. Want misschien zit er op een gegeven moment eentje bij die dat wel heeft. En ja, er zijn ook wel bepaalde ontwikkelingen die veelbelovend zijn. En daar willen wij ook mee in voorop lopen. Dus uiteindelijk in de regio Eindhoven zitten wij natuurlijk in de goede regio daarvoor. Dus onderzoeksinstellingen als TNO, Holst, die zitten bij ons. Ja, wat heb je daaraan? Met TNO hebben we dus een samenwerkingstraject nu op dit moment op die intelligentie. Dus dat is dat het algoritme wat eigenlijk op basis van uitgebreide testen van die cellen, dus eigenlijk de hele tijd laden, ontladen, weten wij precies wat die karakteristieken zijn van de verschillende cellen. En je hebt ook weer allerlei verschillende cellen, dat maakt het ook weer meer lastig. Dus op basis van die karakterisering die we doen op die cellen, kunnen we dus dat algoritme eigenlijk zijn werk laten doen in die intelligentie, waardoor die zoveel mogelijk uit die cel kan halen eigenlijk in de Ik heb eigenlijk pas geleerd dat er cellen in accu's zitten, omdat ik steeds gesodemieter had met de accu's van mijn drone, een DJI, die doorlopen. Wel drie keer nieuwe accu's moeten kopen, omdat er een foutmelding kwam met één cel. Dat is precies wat jij bedoelt. Ja, precies. De kwaliteit van dat soort dingen is eigenlijk onder de maat. Ja, ook het balanceren van die cellen. Ja? Als de accu zo goed als een slechte cel en als er weer net eentje net iets niet goed. Het spanningsverschil te groot is, geeft hij gewoon een foutmelding en dan doet hij niks. Precies. Ja. En uiteindelijk zou het mooi zijn als inderdaad mensen zoals jij geen idee hebben dat er een cel zit in de accu. Want als het goed is, hoef je er nooit naar te kijken. En dat is inderdaad wat onze visie is. Een accu moet gewoon een heel saai product zijn. Die gewoon altijd werkt. En dat is wat je ervan verwacht. Vind ik wel mooi. Jij noemt het even regio Eindhoven. Ik vind het toch wel iets fascinerends. Jullie zijn net verhuisd naar Helmond. Helmond, ja. Eigenlijk tussen Eindhoven en Helmond zit het in. Dus het is de Automotive Campus. De Automotive Campus. We kennen al de high-tech campus. Wat is daar zo bijzonder aan het ecosysteem? Waarom gebeuren daar zoveel geweldige dingen? Want laten we dat even... Ja, het is uiteindelijk allemaal gestart met Philips natuurlijk. Ja, dus die hebben eigenlijk Eindhoven soort van gesticht. Ja. En daar zijn uiteindelijk heel veel spin-offs uit ontstaan. Zoals bijvoorbeeld een ASML, een NXP. Dat zijn allemaal grote bedrijven die eigenlijk nu bijna groter zijn dan Philips zelf. Maar die zijn daar allemaal uit ontstaan. Daardoor is uiteindelijk ook de Technische Universiteit ontstaan. En om om die hele grote bedrijven krijg je altijd heel veel toeleveranciers. En dat zijn ook hele innovatieve bedrijven. Dus er moet ook veel vanuit de universiteit wordt er veel samengewerkt om te zorgen dat ze ook voorop kunnen blijven lopen. En uiteindelijk zorgen die grote bedrijven voor dat er een soort olievlek komt met alle andere kleine bedrijven die innovatieve dingen gaan doen. En voor je het weet heb je een super tof ecosysteem. Maar ik ben altijd benieuwd wat dat dan heel concreet, zoals bijvoorbeeld voor jullie, hè? Ja, jullie team, acht mensen,
Ja, een leuk, ja, project, leuk voorbeeld. Leuk project op de universiteit gedaan. Oké, we beginnen een bedrijf. Wat levert dat dan op? Ja, een leuk voorbeeld is in ieder geval om even terug te gaan naar dat studentenproject. Dat het heel makkelijk voor ons was om allerlei sponsoren te vinden. Dus uiteindelijk hebben we echt meer dan 150 bedrijven te weten te vinden die op een manier hebben meegeholpen aan het project. Dus aan het bouwen van die motor. Of financieel zelfs bijgedragen hebben. En dat is ook gewoon een beetje de sfeer in Eindhoven. We doen het samen. Dus bedrijven willen echt graag samenwerken. Ja. Het is heel makkelijk om bij mensen op de koffie te komen. Dat is grappig, want dat horen we inderdaad vaak. Ja, vaak gewoon. En dat is, ja, en dat klinkt heel cliché, maar dat is gewoon echt zo. En dat merk je wel ook als je bijvoorbeeld hier komt. Niet zo dat hier dan meteen niet is, maar in Eindhoven heb je dat gevoel gewoon meer van echt dat samenwerken. Dus die Brabantse gemoedelijkheid dan toch wel misschien. Maar, ja, nee, geen idee, maar dat voel ik echt wel. En dat... Dat is ook iets waar Eindhoven denk ik wel trots op is. En wat ook iedereen dus eigenlijk een beetje meekrijgt als je daar zit. Dus, mijn vraag is, dus ik snap zeg maar ook dat startpunt. Niet alleen wat je daar gestudeerd hebt, wat jullie daar gestudeerd hebben, maar het ecosysteem is dat je helpt. Komt er dan daarna een fase waarop je moet uitwijken? Of kan je vanuit Eindhoven blijven opereren? Ik denk dat wij vanaf Eindhoven kunnen blijven opereren. Dus met name het proces wat wij dus doen. Ik noem het dan productie, maar eigenlijk is het gewoon assemblage van een batterij. Want wij krijgen inderdaad allerlei componenten binnen. En het enige wat wij doen is zorgen dat die componenten in elkaar komen. En dat degelijk werkt. Dus wat dat betreft is het iets wat ook redelijk makkelijk te automatiseren is. Dus je hoeft ook niet, als je dat bedoelt, bijvoorbeeld naar uiteindelijk een land in Azië te gaan. Nee, dus dat kan... Dat kan prima hier. En wat ik zeg, uiteindelijk om juist, voor ons is het belangrijk om ook voorop te blijven lopen. En dan zit je juist in die regio, zitten wij gewoon perfect. Ja. En hebben jullie tot nu toe zelf gefinancierd? Dus we hebben inderdaad, wat ik zeg, dus we hebben best wel wat betaalde opdrachten gedaan. Vergelijkbaar met inderdaad een motortje bouwen. Wat subsidies her en der. Ik vraag het ook, want je vertelt over een paar leuke opdrachten. Je zegt ook 8 FTE. Dus we zijn nu... Je hebt nog studentenniveau, dus je hoeft niet gelijk tonnen te verdienen. Nee, dat klopt. Nee, dat scheelt. Dus we doen ook zo dat de meesten die nu erbij betrokken zijn, die participeren ook voor een deel mee in het bedrijf. Okay. Dus dat zorgt er ook voor dat het... Maar wat is je perspectief? Hoe zie je jezelf de komende jaren? Dus we zijn nu een investeringsronde ook aan het doen. Dat heb je wel nodig. Ja, ook omdat we merken dat het prettig is om ons de komende 2 jaar gewoon echt bezig te houden met de dingen die wij belangrijk vinden. Dat je niet per se afhankelijk bent van betaalde opdrachten die niet helemaal goed passen bij hetgene waar je mee bezig wil zijn. Wat wil je dan gaan doen? Precies. Nee, dus we willen dit jaar gebruiken om de productie degelijk op te zetten. Dus dat kost ook natuurlijk nog wel wat tijd om te zorgen dat gewoon een degelijk proces is, een robuust proces, wat goed blijft lopen. We willen een paar producten op de markt zetten die dus gecertificeerd zijn. Dat kost ook tijd. Die dus al direct eigenlijk te gebruik zijn voor bepaalde applicaties. Zodat we vanaf 2020, start van 2020 eigenlijk kunnen gaan uitleveren aan de eerste klanten. Hoe leer jij, jullie zijn ex-studenten. Ja. En dan komt er de fase van investeerders. Klopt. Hoe leren jullie hoe je dat het beste aanpakt? Hoe zorg je ervoor dat je mensen om je heen hebt die je daar optimaal bij helpen? Ja, dat is inderdaad het goede. Ja. Veel vaak denken eerst dat we het zelf kunnen. dat was ook inderdaad bij dat stormproject zo. Je denkt altijd eerst dat je het zelf kan. Dan ga je een keer op je bek en dan denk je, dat kan ik toch niet zelf. En dan heb je toch altijd inderdaad partijen die dat al wel inderdaad een paar keer gedaan hebben. Want natuurlijk, er zijn heel veel partijen die andere partijen helpen met het binnenhalen van investering. Ja. Zo'n partij hebben wij dus bijvoorbeeld ook, die ons helpt met inderdaad de legal dingen die erbij komen kijken, maar ook onderhandelingen, de financiële prognoses die je maakt. In contact komen met investeerders, daar heb je uiteindelijk ook partijen voor die je daar helpen. Juist inderdaad in een omgeving als Eindhoven, waar natuurlijk veel high-tech startups ook ontstaan nu, heb je natuurlijk ook de support automatisch die dat soort partijen helpen met dingen waar ze zelf van oudsher niet per se goed in zijn. Nee. En nog even een vraag van Twitter. Van Johan Schaap. Die zegt, is het grote probleem bij batterijen niet de beschikbaarheid? Deze week was nog groot in het nieuws inderdaad dat Volkswagen zijn ambities moet bijstellen omdat Samsung niet kan leveren. Ja. Hoe zit dat en merken jullie dat? Dat is inderdaad een goede. Dus wat wij dus ook proberen, we gebruiken cellen van verschillende leveranciers. Dus we zijn niet afhankelijk van één leverancier. Dat scheelt vaak al veel. Omdat je inderdaad, kijk, dat soort
ja, dit, van Volkswagen is dat natuurlijk, die hebben dan afspraak met één partij en daar om dat gewoon te leveren. En dan heb je natuurlijk al meteen dat je daar wat lastig in zit. Dan kun je niet alleen Samsung hebben, maar ook Panasonic. Maar daar klaagt Tesla ook over dat het door Panasonic komt dat zij hun accu's niet kunnen leveren. Ja, nee, dat klopt. Dus hoe kom je daar dan onderuit? En is dit niet een van de grote problemen bij accu's? Ja, het mooie is wel dat er ook verschillende materialen gebruikt kunnen worden in cellen. Dus dat zie je ook. Dus bijvoorbeeld inderdaad kobalt is bijvoorbeeld een van de materialen die schaarser wordt. Ja, er zijn dus ook cellen nu waar bijvoorbeeld kobalt niet in gebruikt kan worden. Dus er zijn altijd alternatieven. Dus het is niet zo dat er één cel maar is in deze wereld die met allemaal precies dezelfde materialen gebruikt. Dat scheelt al. Daarnaast moeten we ook beter de accu's gaan recyclen. En dat is mogelijk. In principe is het mogelijk om alle metalen in ieder geval uit een cel terug te winnen. De reden waarom dat vaak nog niet gebeurt is omdat het simpelweg nu nog goedkoper is om bijvoorbeeld lithium nieuw te mijnen dan dat het is om terug te winnen. Dat is gewoon een economisch vraagstuk. Ja. Maar op het moment dat natuurlijk de vraag naar lithium groter wordt en de beschikbaarheid iets minder wordt, krijg je gewoon de marktwerking en wordt het uiteindelijk ook interessanter om lithium terug te winnen. Ja. Maar inderdaad, dit is wel een punt die belangrijk is. Dat komt ook gewoon omdat de celleveranciers op dit moment nog niet, gewoon de vraag nog niet aankunnen. Dus, ja. Ja, dus de productiecapaciteit moet ook gewoon omhoog. Ja, zit daar geen beperking aan? Zit daar geen limiet op? Daar ben ik natuurlijk niet helemaal thuis. Dus ik weet niet hoe hun productiefaciliteit er precies uitziet. Maar in principe is er natuurlijk... Kijk, er zijn in principe genoeg van de metalen, zoals lithium, is in principe genoeg om de hele wereld elektrisch te laten rijden. Het is alleen zaak dat inderdaad het dus wel goed teruggewonnen wordt. Dus het is inderdaad belangrijk dat accu's lang meegaan. En niet dat ze dus inderdaad na een jaar kapot gaan en dan ergens op de schroothoop belanden. Dat zijn dingen die goed moeten gebeuren. Maar het is in principe zijn er genoeg metalen. Dus dan ligt het echt aan de productiecapaciteit inderdaad. Ja. Ja. En dat is natuurlijk in principe altijd op te schalen. Oké, slotvraag. Stel, we nodigen je uit om over een jaar terug te komen. Waar sta je dan? Ja, dan hebben wij een mooie fabriek staan op de Automotive Campus in Helmond. Waar wij accu's produceren voor een mooi aantal voertuigen. Waar we ook aan mee geholpen hebben. Dus dat is uiteindelijk ook wat natuurlijk, waar we ons ook nog mee onderscheiden, is dat we niet alleen maar de accu leveren, maar dat we eigenlijk een heel aandrijfsysteem kunnen ontwikkelen. En dat doen we nu ook voor een aantal partijen. En daarnaast willen we volgend jaar één eigen voertuig lanceren, die we in een klein aantal... Ja, dat is toch wel hard. Ja, omdat wij dat toch eigenlijk wel heel tof. Daar kom je nu pas mee. Maar ja, wat wordt dat? Fiets? Nee, dat blijft geheim. Dat vertel ik volgend jaar. Ja, dat vertel ik volgend jaar. Een step, een dingetje. Maar, misschien wel meerdere. Ja. Elektrische Kanta. Ja, dat is ook daar werken we ook mee samen. Of niet met Kanta, maar een vergelijkbare voertuig. Ja. Je gaat het gewoon niet vertellen. Ik ga niet vertellen, nee. Maar er zijn heel veel voertuigen waar wij dadelijk aan meegeholpen hebben. En eentje waar we onze eigen sticker op gaan plakken. Ja, ja, leuk man. Mooi man. Ja, super. Ja. Heel veel succes en we zien je graag tegen die tijd terug. Ja, super. Dankjewel. Ja. Dank jullie voor het kijken. En we danken zoals altijd de sponsors. Bier & Co. voor het bier. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct... nog een gast, kijk je on demand, dan weet je dat je ons totale 9 jaar tellende archief kunt terugzien via fastmovingtargets.nl of YouTube.